We zijn hier met een heel divers gezelschap samen in de Lorsi. En we zijn goed met elkaar in gesprek gegaan op allerlei manieren. En wat enorm opvalt is dat eigenlijk iedereen zich wel eens buitengesloten voelt. Om heel diverse redenen. En ik vind het zo verschrikkelijk mooi van vandaag dat we elkaar daarin staan. Dus dat we elkaar de ruimte en de tijd geven om iets te vertellen over wanneer we ons binnen of buitengesloten voelen. En dat hoop ik eigenlijk vast te houden in de toekomst. In het werk en in de stad. Ik ben Funda Mujde. Ik ben Niels van der Veen. En ik heb bedacht dat ik niet mijn wens wil uiten, maar de wens van Niels. Ik wil heel graag dat Niels een baan krijgt waar hij de kans krijgt om af en toe uit te vallen, ziek te zijn. Want hij kan het zo weer oppakken, maar hij moet vertrouwen krijgen. Het is mijn lievelingswerk wat ik wil doen en dat zoek ik eigenlijk al een tijdje, maar... Ja, je moet de kans krijgen. Nou, mijn droom is eigenlijk dat ik heel graag een Zaanse festival wil met verschillende culturen. De inclusieve stad is voor mij verbinding, connectie en affectie. Bij de mens, want de mens van Zaanstad is lief. Maar die liefde moet wel blijven bestaan. Als ik de burgemeester van Zaanstad zou zijn, dan zou ik heel graag de toegankelijkheid, bereikbaarheid in eenvoudige taal, in pictogrammen en groet elkaar op straat. Ik hoop dat op elk kinderdagverblijf, peuter, kleuter of lager schoolonderwijs, de liedjes worden ingevoerd, maar dan met gebarentaal. Dan zou ik graag willen hebben dat iedere inwoner in Zaanstad de gelijke kansen krijgt die ik ook heb gehad. Dus dat betekent goed onderwijs, goede kansen op een baan en dat iedereen ook gewoon gelukkig wordt. Ik zorg dat iedereen betrokken is, in zijn waarde laat ik iedereen en ik geef gelijke kansen. Als ik burgemeester zou zijn van Zaanstad, zou ik ervoor zorgen dat iedereen zich nuttig voelt. Iedereen zich gezien en gehoord voelt. Hi, als ik burgemeester zou zijn, dan zou ik graag intermediairs willen binnen Zaanstad op verschillende plekken. Zou die de mensen kunnen verbinden en zodat je kan zien wat er te koop is binnen Zaanstad. Mijn wens voor de inclusieve samenleving is dat het stadhuis de Zaanse samenleving meer naar binnen haalt. En dat de mensen op het stadhuis meer de Zaanse samenleving ingaan. Ja, mijn droom. Ik wil veel alle mensen in die wereld houden van elkaar. Workshop voor Nederlandse mensen en ook voor een nieuwkomer is heel belangrijk voor onze cultuur en Nederlandse cultuur. Mijn droom is om mensen te laten zien die zich door wat voor beperkingen ook niet hebben laten tegenhouden, maar kunnen laten zien dat ze geen grenzen hebben en alles kunnen bereiken en daarmee andere mensen kunnen inspireren. Erkenning van het vrijwilligerswerk door professionals. En we zouden het gewoon heel belangrijk vinden om te werken. En samenwerken geeft verbinding in onze samenleving. En dat willen we juist heel graag. Ik wens dat er minder wordt gekeken naar beperkingen en diagnoses en meer in wat kunnen we bieden aan alle mensen die hier leven. Ik vind dat samenleven is goed hier met Nederlands, met andere mensen, met Marokko, Turks, Arabisch, alles is goed. Wat ik wens is dat de gemeentelijke organisatie binnen 5 jaar meer kleur heeft, veel meer. Is dat er vooral serieus geluisterd wordt als iemand wat vraagt of zegt. Ik verf het gemeentehuis in de regenboogkleuren, zodat duidelijk is dat iedereen er welkom is. Of je nou oud bent of jong, homo of hetero, zwart of wit of roze, iedereen mag daar zijn. Mijn droom is dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zijn medemens en daarnaar handelt. Laat mensen met beperkingen echt naar buiten kunnen en luister naar ze, alsjeblieft. Ik vraag af om meer kansen voor vrouwen te geven richting werk en studie. Graag aandacht voor de volgende noodkreet. Alsjeblieft alle vrouwelijke statushouders meer aandacht geven, opdat ook zij uit het isolement komen en in de maatschappij hun beste beetje voor kan zetten. Mijn droom is eigenlijk dat in Zaanstad een dusdanig klimaat ontstaat dat iedereen veilig de straat op kan om elkaar te ontmoeten. En dan bedoel ik niet veilig in de zin van geen overvallen en weet ik veel wat, dat is ook fijn. Maar het gevoel dat je veilig bent om te zijn wie je bent. Ik leef in een maatschappij wat ik koester. En in een maatschappij ben je niet alleen, maar juist samen. En dat samen draag ik over aan mijn kinderen.
Zaanstad is dat er een moment is dat er naar iedereen geluisterd wordt. Dat iedereen zich gehoord en gezien voelt. Om niet alles voor elkaar in te vullen, maar te zien waar de verbinding ligt. Okay. Bij ontmoetingen zorgen voor verbinding in de vorm van spelletjes. Mijn droom is dat de stad toegankelijk is voor een ieder, zodat ze zich niet buitengesloten voelen en zich gewoon kunnen voortbewegen, ook als ze bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. Mijn droom is dat mensen naar elkaar luisteren en elkaar zien, dat we aandacht voor elkaar hebben, want op iedereen heeft een mooi verhaal en iedereen is een mooi mens. En als we elkaar beter zien en beter luisteren, dan kunnen we echt een verschil maken samen.